Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met deze imposante BMW X7. Nu, deze wagen zou alle luxe en comfort moeten bieden in een pakketje met zelfs 7 zitplaatsen. En tegelijkertijd zou je dan ook nog eens de rijdynamiek moeten hebben van een echte BMW. Nu, of dat opzet geslaagd is, komt u te weten in deze rijtest. En hierbij ga ik het hebben over het dagelijkse gebruik, alle knappe technologie aan boord van deze wagen en natuurlijk ook over de rijdynamiek van deze indrukwekkende machine. Heeft u bijkomende vragen, kan u die gerust stellen in de commentsectie onder deze video. Wil u meer CarView, kan u ook steeds abonneren op dit YouTube-kanaal. En wens u een melding te krijgen wanneer een nieuwe video online komt, kan u ook even klikken op het belletje. En dan wens ik u alvast heel veel kijkplezier toe. Deze BMW X7 is een ongelooflijk comfortabele machine. Hij weet onmiddellijk het gevoel van thuiskomen te bieden en zo kan je aangenaam neerploffen in je sofa. Nu, alles begint natuurlijk bij een goede basis en die zit alvast heel goed bij deze X7. Je hebt een makkelijke instap en dat is deels te danken aan het luchtgeveerde onderstel dat van hoogte instelbaar is. En verder heb je een aangename zitpositie in deze comfortabele stoelen. Je zit hoog, je zit recht en je hebt een heel goed zicht rondom je heen. Wat natuurlijk ook te danken is aan de grote beglazing rondom de wagen. Verder heb je ook een goed zicht naar achteren toe en zijn er heel wat camera's om je te ondersteunen bij bijvoorbeeld het inparkeerwerk. Nu, verder zijn er nog heel wat veiligheids- en assistentiesystemen om jou te ondersteunen als bestuurder. Hier heb ik het over adaptieve cruise control, rijstrookassistent, blindehoekdetectie en nog veel meer. En al die zaken kunnen ook heel nauw met elkaar samenwerken om de assisted driving mode te vormen. Die kan je op het stuurwiel met 1 druk op de knop activeren en hierbij gaan al die systemen op een heel natuurlijke manier met elkaar samenwerken om jou dus te ondersteunen als bestuurder. En dit is ook ideaal om lange afstanden te overbruggen. Verder heb je ook de Maneuver Assist en hiermee kan je dus een manoeuvre gaan inprogrammeren in de wagen en dit kan zelfs tot 200 meter lang zijn. Neem bijvoorbeeld een standaard manoeuvre dat je thuis elke keer hoort te doen als je wilt inparkeren. Dit kan de wagen dus prima gaan opslaan en zo dus voor jou gaan nabootsen. En dat allemaal is dus echt wel enorm makkelijk. Nu, verder heeft deze X7 een zeer goed onderstel. Het luchtgeweerde onderstel weet alle oneffenheden in het wegdek op een aangename manier weg te masseren. Zelfs met deze 23 inch wielen weet hij een enorm comfortabele rit te bieden. Hij zweeft echt over de weg en zo hoort dat natuurlijk te zijn bij een wagen als deze. Verder is hij ook zeer stil binnenin. Je hebt totaal geen last van wind of rolgeluid, zelfs bij hogere snelheden. De geluidsdemping is echt subliem en doorheen de wagen vind je ook nog de beglazing. Nu, verder heeft hij ook heel wat knappe technologie aan boord om je te ondersteunen bij het rijden 's nachts. Neem bijvoorbeeld de Matrix LED koplampen. Deze koplampen gaan ervoor zorgen dat je steeds maximale lichtopbrengst hebt zonder je tegenliggers te verblinden en dat allemaal werkt prima. En het gaat er natuurlijk voor zorgen dat je ogen een pak minder vermoeid gaan zijn 's nachts als je lange afstanden moet gaan rijden. Nu, dat allemaal gezegd zijnde, deze BMW X7 is gewoonweg een enorm comfortabele wagen en is dus ideaal om lange afstanden in alle rust te overbruggen. Een echte kilometervreter, zeker in combinatie met die geweldige dieselmotor onder de motorkap. Maar langs de andere kant kan je ook echt wel rijplezier beleven. Maar daarover dadelijk mee. De BMW X7 40D wordt uitgerust met een 3 liter 6 cilinder inline turbo dieselmotor van BMW. Deze wordt uitgerust met mild hybride technologie en beschikt over een totaal systeemvermogen van 340 pk of 250 kW en een maximum koppel van 700 Nm. Al dit wordt langs een ZF automatische versnellingsbak naar de vierwielen gestuurd en zo gebeurt 0 naar 100 in een vlotte 5,9 seconden. Binnenin deze BMW X7 vind je een zeer luxueus interieur. Alles is netjes afgewerkt met mooie materialen zoals bijvoorbeeld dit hout hier op het dashboard en de middenconsole. En verder vind je ook deze prachtige Zweden dakhemel.
Nu verder kom je terecht in deze zeer comfortabele Merino lederen stoelen. Deze zitten enorm aangenaam en zijn op verschillende manieren elektrisch instelbaar, zodat je steeds een comfortabele zitpositie vindt. En deze kan je natuurlijk ook op gaan slaan in een van de geheugenfuncties. Verder zijn deze ook verwarmbaar, ventileerbaar en hebben deze ook verschillende massagestanden. Nu verder heb je ook een goed gevoel van ruimte binnenin en dat is natuurlijk te danken aan dit lichte interieur, maar ook aan deze prachtige Sky Lounge. Nu, de Sky Lounge is een panoramisch dak met een extra leuke touch. Je vindt hier allemaal kleine puntjes in het dak en deze zullen 's nachts oplichten in de kleur van de sfeerverlichting. En zo vind je natuurlijk ook heel wat sfeerverlichting doorheen de wagen. Deze is personaliseerbaar met verschillende kleuren en kan je zelfs laten veranderen van kleur afhankelijk van de rijmodus die je selecteert. Verder vind je doorheen de wagen ook nog heel wat opbergruimte. Je vindt grote vakken in de deurpanelen. Hiervoorin ook nog een vak met daarin een draadloos laadvlak voor je smartphone, een USB-poort en twee bekerhouders met een koel- en een verwarmfunctie. En onder de armsteun vind je ook nog heel wat opbergruimte met daarin ook nog eens een USB-C-poort. En zo kan je al je spullen dus makkelijk een plekje geven. Nu verder vind je ook een nieuw infotainment systeem. Je vindt dit gigantische curved scherm voor je en hierbij gebruikt BMW Operating System 8. Dit systeem is makkelijk in gebruik met de touchscreen. Met de draaiknop vind ik persoonlijk een beetje omslachtig, maar het is natuurlijk altijd even wennen. En dit maakt ook gebruik van draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Dit scherm is ook zeer personaliseerbaar, net zoals natuurlijk het digitale instrumentenpaneel voor je en ook deze knappe nieuwe heads-up display. Nu doorheen de wagen vind je natuurlijk ook nog heel wat leuke details. Zo vind je bijvoorbeeld een M-stiksel op de veiligheidsgordels en deze Crafted Clarity kristallen bediening hier voor de middenconsole. En verder zijn er ook nog wat andere leuke opties, zoals bijvoorbeeld dit Harman Kardon geluidssysteem. Maar je kan ook zelfs gaan voor een Bowers & Wilkins Diamond Surround System, dat ook perfect tot zijn recht kan komen in dit stille interieur. Zo kan je hem dus gaan aankleden naar jouw persoonlijke voorkeur, maar in alle gevallen zal je steeds een luxueuze rit beleven. Deze BMW X7 weet voor iedereen een comfortabele rit te bieden. De stoel voor me staat in mijn rijpositie en zoals je kan zien is hier achterin een zee van been en hoofdruimte. Je kan hier dus echt comfortabel plaatsnemen. Nu verder vind je achterin ook nog heel wat mooie materialen, net zoals voorin. Je vindt hier bijvoorbeeld het hout en de mooie sfeerverlichting. En verder is er nog gedacht aan de passagiers met de twee zones voor de airconditioning. De buitenste stoelen zijn ook nog eens verwarmbaar. En verder vind je ook nog wat opbergruimte in de stoelen voor je en in het vakje hier onderin. Met daarbij ook nog eens twee USB-C-poorten en een 12-volt stekker om bijvoorbeeld een smartphone of tablet op te laden. In het midden vind je ook nog een armsteun met bekerhouders. En tot slot is er ook gedacht aan de kindjes met Isofix-punten voor kinderzitjes. Ook bij deze derde zitrij vind je heel wat ruimte. Ik ben 1,80 meter en zoals je kan zien kan ik hier best comfortabel plaatsnemen. Nu, voor lange afstanden zou ik zeggen dat mensen boven de 1,85 meter hier beter niet kunnen plaatsnemen, maar voor korte afstanden is dit geen enkel probleem. Ook voor kinderen is dit prima achterin en verder is er ook nog gedacht aan de passagiers achterin met bekerhouders. U vindt hier opnieuw mooie sfeerverlichting. Er is hier achterin ook een regelbare airconditioning, wat dus maakt dat er 5 verschillende zones zijn in deze X7. Je hebt hier ook een persoonlijk dakraam en ook de buitenste 2 stoelen zijn verwarmbaar. Zo is deze derde zitrij ook zeer bruikbaar. Deze BMW X7 is een enorm gebruiksvriendelijke wagen. Hij heeft een kofferinhoud van 326 liter wanneer de 3 zitrijen in gebruik zijn. En vouw je de derde zitrij neer, heb je een kofferinhoud van 750 liter. Nu wil je hem nog meer ruimte, kan je natuurlijk heel eenvoudig de middelste zitrij ook neervouwen. En zo creëer je een totale kofferinhoud van 2120 liter. Wat gewoonweg gigantisch veel ruimte is. Nu, al die ruimte is ook makkelijk te benutten, dankzij de rechte vormgeving, het volledig vlakke laadbed en ook dankzij het feit dat je de laadlip gewoon met 1 druk op de knop kan neervouwen. Nu, dit zorgt er ook voor dat het in- en uitladen en vervoeren van grote objecten zeer eenvoudig verloopt. En verder vind je in de kofferruimte nog enkele handige knoppen om de stoelen individueel te bedienen, maar je hebt hier ook een knop om alle stoelen tegelijkertijd neervouwen voor de maximale laadruimte. Of ook een knop om alle stoelen tegelijkertijd recht te zetten, om natuurlijk alle passagiers een plekje te geven.
Verder vind je in de kofferruimte ook nog een 12 volt stekker om bijvoorbeeld een elektrische coolbox te gebruiken. En onder de kofferbodem vind je ook nog wat extra opbergruimte. Nu dat allemaal gezegd zijnde, deze X7 is gewoonweg een van de meest gebruiksvriendelijke wagens op de markt. Deze BMW X7 mag dan misschien wel een ongelooflijk comfortabele machine zijn, maar tegelijkertijd blijft het natuurlijk ook een ras echte BMW. En de mensen van BMW weten natuurlijk wat rijplezier is. En dat vind je ook terug in deze X7. Nu, van zodra je deze X7 dus in zijn sportmodus gaat rijden, merk je dat hij helemaal tot leven komt. En je hoort ook wat extra motorgeluid en dat is te danken aan de M sportuitlaat. Ik hoor het je al denken, een sportuitlaat bij een diesel, wel dit zorgt natuurlijk voor een extra laagje karakter in het rijgedrag. Nu, over het algemeen weet deze wagen toch echt wel een indrukwekkende rit te bieden. Een auto van 2,5 ton die dit allemaal doet, het is toch echt wel knap om te zien. En dat maakt hem tot een heel mooi stukje techniek. Nu, hiervoor heeft hij natuurlijk een mooie trucendoos meegekregen, beginnende natuurlijk bij de ophanging. Deze zakt een tikje in de sportstand en zo rijdt hij dus wat lager en je merkt ook dat deze opstijft om wat meer feedback te geven aan jou als bestuurder. Ook krijg je wat meer feedback door het stuurwiel en zo voel je dus echt betrokken bij het rijden. Natuurlijk, rijden in die sportmodus komt ook de aandrijflijn helemaal op scherp te staan. Zoals ik eerder al zei, de 3 liter 6 in lijn. Een iconische motor ondertussen en die vind je dus onder de motorkap. En ik moet zeggen, deze dieselmotor is echt wel een perfect match voor deze X7. Hij is efficiënt, heeft heel wat koppel onderin en zeker met het 48 volt multibride systeem levert hij 720 Nm aan koppel, wat gewoonweg enorm veel is. En dit is natuurlijk beschikbaar in de lage toerentallen en dat zorgt ervoor dat hij een heel indrukwekkende rijervaring weet te leveren. Nu, deze motor is ook zeer romig en elastisch, dus ook ideaal voor het comfortabele en rustige rijden, maar wil je prestaties, beter dat ook zeker te leveren. Nu, de achteraps automatische versnellingsbak levert natuurlijk ook zijn steentje bij en dat zorgt ervoor dat de aandrijflijn over het algemeen heel responsief aanvoelt, maar natuurlijk in de comfortstand ook heel rustgevend aanvoelt. Ook het X-Drive systeem weet heel goed zijn ding te doen met al dat koppel en vermogen. Dit is goed verdeeld en zorgt steeds voor een goed gevoel van grip en dat zorgt natuurlijk ook voor vertrouwen. Dat vertrouwen merk je ook bij het sturen van deze wagen. Nogmaals, deze wagen weegt bijna 2,5 ton, maar tegelijkertijd stuurt hij heel fijn en natuurlijk in. En oké, je voelt wel dat het geen licht veertje is, maar desondanks al dat weet hij echt een heel leuke rit te bieden. Over het algemeen geeft hij dus een heel goed gevoel van vertrouwen, wat gewoonweg enorm belangrijk is bij een sportievere rit. Nu, hij gaat dus vlot vooruit, weet leuk te rijden en dan heeft hij ook nog eens een mooi setje M-remmen die ook heel doseerbaar zijn. Deze voelen ook weer heel naturel aan en dat naturel is iets wat deze X7 toch heel goed weet te doen. Hij voelt echt aan als een verlengde van jezelf. Hij verstopt niet dat het een grote wagen is met wat extra kilo's, maar hij weet dat wel heel goed te plaatsen. Nu, deze X7 is dus echt wel een heel indrukwekkend stukje techniek. Hij is comfortabel, enorm gebruiksvriendelijk en tegelijkertijd weet hij ook een leuke rit te bieden. Het is dé kilometervreter waar je ook rijplezier mee kan beleven en het is ook de ideale wagen om de dagdagelijkse zaken mee te doen. Een heel mooi totaalpakketje dus, deze X7. Een wagen waar de mensen van BMW dus echt trots op mogen zijn. Wil u meer CarView, kan u steeds abonneren op dit YouTube-kanaal. Wenst u een melding te krijgen wanneer een nieuwe video online komt, kan u ook even klikken op het belletje. Van de testwagens komen ook gedetailleerde fotoshoots op de website die u kan terugvinden in de beschrijving van deze video. Van de meer performante wagens komt er ook een afzonderlijke video van enkel het motorgeluid, zodat u een goede impressie krijgt van hoe deze wagen echt klinkt. Tot slot kan u ook andere video's bekijken door te klikken op een van de vakken op uw scherm. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.